Goedemorgen, we zijn in Montenegro, Kotor om precies te zijn. Dit is het ontbijt. Ontbijten met broodjes, boter, kaas en eieren. Boter, kaas en eieren. Mijn favoriete ontbijt, blijkbaar. Tweede ronde, een jambroodje en een croissantje met boter en jam. En we gaan nu op pad in de stad. Op pad in de stad, op pad in de stad. Op pad in de stad. Kom, we gaan. Thank you. Super mooi stadje dit. Hoe chill ziet dit eruit als we een drankje te doen? We hebben helaas niet zo heel veel tijd vandaag. Om 1:30 vertrekt de boot alweer. Dit vind ik trouwens super tof van dit soort kleine historische stadjes. Het ene straatje loopt over van de mensen. En dan zie je weer een andere. Die helemaal uitgestorven is. Zo'n super sneaky achteraf straatje. En waar waren we gisteren, schat? Dubrovnik. Nee, Dubrovnik. Dubrovnik. Nee, dat is de Russische versie. Dubrovnik. Dubrovnik. Nee. Kunt u het uitspreken? Dubrovnik. Ja, zie je? Je moeder doet het goed. Dubrovnik. Nee. Ja, bijna. Je moet het heel snel doen. Ja, goed. Ja, zie je nou. Je kan het wel. Dubrovnik. Ja, zie je? Dubrovnik. Nog een keer. Dubrovnik. Bijna. Die V moet W. Die moet harder. It is I, Stefanovic, Princess Balkan. Yesterday I was in Dubrovnik. Ja, zeker. Today I'm in Kotor. Today you're in Kotor? Kotor. Kotor? Ja, Kotor is makkelijk, hè? Kotor. Ja. Dubrovnik? Dubrovnik. 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 Oeh, ik heb weer een supermarkt gevonden. Weet je wat echt heel lekker is? Van die poederslagroom van hier. Oh, ik denk, zal ik eentje meenemen? Oh, ik vind dit zo lekker. Hier word je echt heel blij van. Meenemen of niet? Oh, kijk, en dan heb je ook chocolade. Oh ja, hiervan kan je dus ijs maken. Hebben ze gewoon van poederijs. Hier doe je alleen maar melk bij en dan kan je dus gewoon zelf ijs maken. Oh, hier word ik heel blij van. Ik denk dat ik misschien een paar dingetjes ga halen. Wow, die bergen op de achtergrond zijn wel echt indrukwekkend. I like it. Ik ben wel eens eerder in Montenegro geweest, oftewel Ternagora in de lokale taal. Maar dan in Boudwa. Wow, elke keer als je een hoekje omgaat, dan kom je weer mooiere plekjes tegen. Kijk hoe mooi dit is. Hier loopt een trappetje naar boven. En hier zie je water. Kijk, hier. Super mooi dit. What's your number? Yes, please. Toen we terug waren ben ik eigenlijk meteen even het bed ingedoken voor een dutje. Maar dit is trouwens wat ik aan had. Mijn gestreepte Cloud Fine shirt uit Zuid-Korea. Een tas die ik in Hongkong heb gekocht. Een zwarte culotte. Die ik al heel lang heb, sinds vorig jaar of zo. En de zilveren schoentjes uit Taiwan met Primark sokken volgens mij of zo. Dat vind ik gewoon wel een toffe combinatie. Ik heb ook de Space zonnebril op die ik in Thailand heb gekocht. Maar ik weet het niet hoor, met deze bril. Ik moet er nog best wel aan wennen. Maar ik ben wel van het experimenteren dus. We gaan nu heel eventjes eten. Ik heb echt mega trek in zo'n vega burger. Dus 3, 2, 1. Tadaa! Oké, dit is geen vegetarische burger, maar ik had gewoon eerst eventjes trek in deze dingen. Dit is Munchmallow. Typisch Joegoslavisch. En wat is het? Nou, ik zal hem eventjes doorbijten. Koekje, marshmallow, chocola. Amazing! Ik eet eerst deze puppies op en dan is het in 3, 2, 1. Oh yeah! Oh yeah! Yeah! Wow, zo hoog! zijn dus onderweg naar het eten en dit is wat ik aan heb. Mijn United Nude Hacker, die vind ik echt prachtig. Ik heb een rode jurk van de H&M, een korte rode jurk van de H&M, onder een zwarte doorzichtige jurk die ik in Hongkong heb gescoord. Ik vind het best een grappige combo, om het zo maar te zeggen. En daarbij heb ik natuurlijk mijn Chanel tas. Kom, we gaan eten. Een salade Nico's als voorgerecht. Aubergine Parmigiana als hoofdgerecht. Ginny en viskoekjes als asperges en wat rijst en groenten als hoofdgerecht. Wauw, we hebben hier nog wel een goddelijke taart. De Snickerstaart. Gezouten karamel bovenop en pindaroom volgens mij. De Snickerstaart. Ziet er ook erg goed uit. Oké, probeer maar. Is die lekker? Is die net zo lekker als je had gedacht? Zo. Wauw, er is er eentje hier in de hemel. Wauw, ja, lekker? Oké, ik heb zelf gekozen voor een iets minder... Nou, iets minder machtig. Woehoe. Nee, ik heb de Queen of Puddings, de koningin van puddingen. Dit is gebakken citroenpudding met merengue bovenop en frambozenjam. Ik heb mijn make-up weer afgehaald. Ik ben klaar om te gaan slapen, maar niet voordat ik een vraag heb beantwoord, zoals gisteren beloofd. En de vraag die ik wil beantwoorden is een vraag die me best wel raakte en waarvan ik denk dat andere mensen ook iets hebben aan mijn antwoord. De vraag die ik wil beantwoorden is: voel je je niet schuldig of egoïstisch omdat je straks in september weer weggaat voor een langere periode? Bijvoorbeeld tegenover Stefan of tegenover je ouders of vriendinnen. Vergeef me als ik de vraag niet precies hetzelfde heb geformuleerd. Ik heb nu geen internet, maar ik weet wel dat het iets in deze strekking was. En het antwoord daarop is ja en nee. Ja, ik voel me heel erg schuldig, omdat dit de tweede keer is dat ik wegga. Kijk, de eerste keer als je weggaat, dan heb je nog zo'n groot onvervuld gevoel. En het is zo'n grote droom die je waar moet maken, dat ja, gewoon verder niks uitmaakt. Nu ik de tweede keer wegga, merk ik dat mijn schuldgevoel zeker aan het groeien is. Omdat ja, je hebt al een stuk van je droom waargemaakt. En zoals ja, iemand in mijn omgeving ook al zei, van waarom moet je dan nog een keer weg? Heb je dat nog niet vervuld? En het antwoord daarop is nee, want ik wil nog zoveel meer zien. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik langer weg zou blijven. Ik heb mijn reis gewoon nu in tweeën gesplitst. De reden waarom ik het toch wel doe, is omdat ja, eigenlijk een van de weinige momenten in mijn leven dat ik echt spijt heb gehad, dat ik iets niet heb gedaan, is omdat me dat een soort van is opgelegd door iemand anders. Mijn ex, toen ik hem leerde kennen of toen we net samen waren, zat ik in een fase dat ik in het buitenland wilde studeren. En we waren nog niet zo heel lang samen. Hij zei letterlijk tegen mij: als jij naar het buitenland gaat om daar te gaan studeren, dan is het uit. Nu zul je natuurlijk denken van, nou wat een eikel, laat hem lekker links liggen. Maar het was vrij bijzonder hoe we elkaar hadden ontmoet. Hij was Joegoslavisch net als ik. Hij was op dezelfde leeftijd, was hij naar Nederland gekomen. Het klikte gewoon zo ontzettend goed dat ik echt dacht, op dat moment met deze man ga ik de rest van mijn leven doorbrengen. Dus dan op dat moment maak je niet zomaar een keuze van, oké, nou doe je omdat ik niet kan doen wat ik wil. Dan ja, jij zou me moeten steunen, bla bla bla. Je verlaat zo'n persoon niet zomaar. Daarom heb ik op dat moment gekozen om niet in het buitenland te gaan studeren. Nou, 4 jaar later was onze relatie uit. En dacht ik echt met zoveel spijt terug aan dat moment. Omdat het iets is wat me was opgelegd. Het was niet een keuze die ik zelf had gemaakt. Hoewel ik natuurlijk wel zelf voor kies om op dat moment bij hem te blijven in plaats van in het buitenland te gaan studeren. Was het wel een soort, ja, hoe zeg je dat? Het was niet echt een keuze van overleg. Het was gewoon iets wat, als je gaat, dan is het uit. En ja, dat is gewoon een beetje een soort van chantage, om het zo maar te zeggen. Ik heb daar toen zo ontzettend veel spijt van gehad, dat ik voor mezelf de beslissing heb gemaakt dat ik mijn leven niet meer ga laten leiden door wat mensen om me heen willen. Dat ik op de allereerste plaats altijd naar mijn eigen gevoel luister. Wat wil ik? Want at the end of the day, wanneer ik doodga, om het zo maar te zeggen, wil ik niet het gevoel hebben, had ik maar dit of dat. Dat heb ik al eerder gezegd. Dat is mijn nummer 1 angst. Dus vandaar dat ik zoiets heb van, weet je, ik ga dit gewoon doen en ik zie wel waar het schip strandt. Nu is de relatie tussen mij en Stefan is heel anders, want hij steunt me heel erg en hij wil mij ook heel erg gelukkig zien en dat geldt andersom ook. En ik ben ook eigenlijk wel in een fase in mijn leven beland dat als iemand mij weer voor zo'n keuze zou stellen, dat ik dat er gewoon alarmbellen gaan rinkelen van, oh, jij hebt eigenlijk helemaal niet het beste met mij voor. Jij bent gewoon zelf super egoïstisch en wil alleen maar dat ik doe wat jij zegt, om het zo maar te zeggen. Dus dat is even het antwoord op deze vraag. Ik hoop dat ik hem daarmee heb beantwoord. Laat maar even weten in de comments. En als je nieuwe vragen hebt, stel ze dan vooral hieronder. Je mag ook checken in de comments of je een vraag daarbij ziet staan waarvan je denkt, oh, die wil ik dat je beantwoordt. Steek daarbij een duimpje omhoog. Dan ga ik even checken welke vraag de meeste duimpjes heeft. Ik ga nu lekker slapen. En ik zie je natuurlijk morgen weer voor de laatste stop alweer van deze reis. Man, wat gaat het snel. We gaan naar Venetië. Super, super, super cool. Ik hoop dat je het ook leuk vindt om dat te zien. Als je geabonneerd bent, dan ga je natuurlijk morgen gewoon gezellig mee. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, denk je, yo, dit was best wel tof wat ik vandaag heb gezien. Klik dan hieronder om je te abonneren. Dan ga je sowieso mee naar volgende reizen. En morgen natuurlijk. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen.